Vandaag gaan we frituurwafelen bakken. Wat hebben we nodig? Een recept. Dan kan ik het goed lezen. Dan heb je dan hem nodig. Wat eerst de vloeibare middelen mengen. We pakken de melk, 2 deciliter. Voilà. Daar wat dikke eikens bij, 2 eieren. Eieren van de buurman of van Jan en Silke, ik weet het niet. Daar doen we de nodige suiker bij, 1 gram, dat is al niet veel. Daar een klein beetje zout bij, dat is ook niet veel, op zijn Jeroen Meus. Voilà. En dan pakte de mixer, een hele antieke. Voilà, en dan hebben we het. Zeggen dat een elektrische precies toch wat gemakkelijker is. Een scheutje vanille of vanillesuiker of een vanillestok, die dan met even. Voilà. En een bloem. Die gaan we wat zeven. Jeroen Meus doet dat ook, dus waarom moet ik dat dan niet doen? Nou, wat lawaai maken. Goed, lama. Dat heb ik ook niet meer nodig. En ik ga nu de klopper pakken, dat lijkt mij beter. Met een mixer. En dan kloppen tot als we zo min of meer iets homogeen hebben. Er mogen geen klonters in volgens het recept. Maar ja. Deze is mijn recept, fantastisch, dat zou nou niet. Voilà. Klaar is Kees. Min of meer. Moet het nog goed genoeg zijn. Tot zover de voorbereiding. We kunnen erom beginnen. Alles is warm. Het eerste wat we gaan doen is tijzers er eens uitnemen. Meest olie eraf schudden. Een beetje doppen op. In een deeg houden, niet volledig onderdrukken, want dan hebben we een probleem. En hierin stoppen. Zo vertrokken. Nummer 2. Voilà. Komt eruit, dan gaan we zeggen toch niet. Deze is warm houden.
minder hebt. Ik ben een film om hier te horen. Voilà. De eerste twee zijn gaan bakken. Bloemstekker erop. En ze kunnen binnen. Voilà, ik ga er zelf ook eentje proeven. Dat is wel lekker, maar het is wel warm om mijn oren.